aanpakken met je nieuwe video. Eerst en vooral wil ik jullie een prettige kerst wensen en hoop ik dat jullie een hele leuke kerstavond en kerstdag hebben gehad. En dat jullie ook heel leuke cadeautjes hebben gekregen. Eigenlijk kerstdag, ik voel het op kerstdag. Ik ben eigenlijk aan het wachten. Mijn vriend werkt als verpleger en hij heeft de ochtendshift, dus we gaan pas vanmiddag naar de familie. Dus heb ik gelukkig eventjes tijd om een nieuwe video op te nemen, want kerstdagen zijn heel druk en ik probeer zoveel mogelijk nieuwe video's te maken en nieuwe posts te maken. En dat is ook bij mijn goede voornemens dat ik meer YouTube video's ga maken om jullie dingen te kunnen bijleren. En vandaag is eigenlijk een hele speciale video, want ik heb, oh my god, so excited. Ik heb voor mezelf een nieuwe camera gekocht. Ik ben nu momenteel nog aan het filmen met mijn oude camera. Ik heb de Nikon Z6 gefilmd. Nikon Z6 gekocht. Dat is een mirrorless camera. En ik dacht dat jullie het wel leuk zouden vinden als ik gewoon deze uitpak voor jullie. Ik heb het pakketje wel al open gedaan omdat ik de batterij momenteel aan het opladen ben van de camera. Zodat ik die straks voor jullie ook al een keer kan opstarten. Dus ja, ik zou zeggen, laten we gewoon uitpakken. Ik heb eventjes een andere camera-angle genomen zodat jullie kunnen meevolgen. Er zijn dus twee doosjes in omdat ik ook de adapter heb gekocht. Omdat ik niet meteen wil investeren ook in nieuwe lenzen, want ik heb twee lenzen waar ik groot fan van ben. Die zit nog een keer in een aparte doos verpakt. Een mooie Nikon doos in dezelfde kleuren. Dan doe je het flapje. En dan ziet de doos er van binnen zo uit. Het is allemaal heel mooi en veilig ingepakt. Hier in de rechterkant zit een kabel. Een trap van Nikon zelf. Een lader. Zit er ook nog de batterij bij. En daar heb ik ook op gelet dat dat ook eigenlijk dezelfde batterij is als mijn oude camera. Dus nu heb ik twee batterijen, dus dat is super gemakkelijk. Dit zit er ook bij. Ik heb echt geen idee wat dat eigenlijk eerlijk gezegd is. En dan de rechterkant is de belangrijkste. De camera, dus die zit goed gesealed. Ik wil gewoon deze eigenlijk nog van dichtbij doen, omdat dat heel satisfying is. En dat is het plasticeer van Alen, oh my god. Maar die nagels had dat niet zo goed. Oké. Klaar. Ik ben zo dom. Ik weet niet of je dat eerst gezien hebt, maar ik heb gekust. Koffie op mijn nieuwe pul gestort, maar het is alweer beter. Ik kan mijn haar er een beetje over leggen. Dus ik heb nu een keer van close-up alles getoond. Het is ook de eerste keer dat ik de camera heb, elke keer alles heb bekeken. De reden waarom ik een Nikon Z6 of dus een mirrorless camera heb gekocht, dat is. Ten eerste, ik heb daar zelf al veel research naar gedaan en ik las enkel maar positieve dingen. Er zijn ook altijd wat mispuntjes bij de mirrorless camera's, omdat die nog maar nieuw zijn. De grote reden is dat je in de mirrorless camera, als je door je viewfinder kijkt, bij een DSLR camera, dan neem je een foto en dan pas zie je hoe je belichting eigenlijk was. Dus je kunt soms zo'n half uur machtige foto's als je niet oplettend bent. En dan kijk je op je scherm en is het allemaal overblijft of onderblijft. En denk je, oh, jewee, allee, dat je dat niet ziet. En bij de mirrorless camera's kan je gewoon in de viewfinder meteen je licht aanpassen. Dus als je aan je kopjes draait, zie je het ook lichter en donkerder worden. Dus je ziet ook meteen hoe je een foto zal uitzien. Dus de kans is groter dat je in camera perfect belicht. Wat de bewerking nadien ook een stuk makkelijker maakt. Want anders moet je in nabewerking alles gaan fixen. En als je dan nog een keer vergeten bent op RAW te zetten, dan ja,
is het gewoon gedaan ermee. Dan zijn je foto's praktisch kapot. Dus dat is een van de grote redenen waarom ik een mirrorless camera heb gekocht. Ook omdat ik vaak bezig ben met filmpjes te maken, even voor YouTube, maar ook voor... ik wil gewoon graag ook meer in videografie gaan, omdat ik dat op mijn werk al doe. En ik vind dat super interessant om te doen. En een mirrorless camera is een stukje beter in videografie, omdat bij een DSLR staat de spiegel altijd omhoog bij het filmen. En de mirrorless heeft daar geen last van, waardoor dat alles veel vlotter verloopt, van focus ook. De reden waarom dat ik de 6 heb genomen en niet de Z7, ik heb super hard getwijfeld. Het scheelde ook 1000 euro, de Z7 is 1000 euro meer. En ik dacht, oké, misschien moet ik 1000 euro meer betalen en dan zal ik betere kwaliteit hebben. Maar de Z7, Nikon beschrijft ook zelf als voor de perfectionisten. Dus voor mensen die ultieme details en kwaliteit willen. Dan dacht ik, oké, ja, dat wil ik. Ik wil ultieme details en kwaliteit. En dan de Nikon Z6 werd meer omschreven als een allround camera. Dus die een beetje alles kan. En ik heb heel hard getwijfeld. Maar wat mij heeft overtuigd is dat de Nikon Z6 minder megapixels heeft. En dan zou je denken van, hé, maar je moet toch juist meer megapixels? Want dan ga je meer detail hebben en meer kwaliteit. Maar ik shoot heel veel in low light situaties. Dus als ik met een model op een locatie ben waar er geen mooi natuurlijk licht is, heb ik vaak last van ruis. Omdat mijn DSLR, de ISO, kan wel hoog gaan, maar niet te hoog. Want ja, anders heb ik super veel last van ruis. En doordat je minder megapixels hebt, zal er ook minder ruis op je beeld zitten. Dus daarom heb ik uiteindelijk gekozen voor de Nikon Z6, omdat die beter presteert in low light situaties. Het is ook een stukje goedkoper, dat moet ik ook toegeven. Maar vooral daarom, omdat ik heel vaak in die situaties kom. En dan gaan er veel zeggen, ja, maar je moet flitsen. Mezelf ben ik eigenlijk niet zo'n fan van flitsfotografie. En studio lichten is een oplossing, maar soms als je op locatie bent, bijvoorbeeld als je in een stad bent, moet je al je studiolichten beginnen meesleuren. En dat is gewoon heel veel werk. Dus heb ik wel liever een camera die in minder goede belichte situaties ook goed presteert. En dat is wat de Nikon Z6 dus doet. Ik heb ook al getoond, er zit een uitklapbaar schermpje in. Dat is voor mij gemakkelijk, aangezien dat ik klein ben. Dat ik dan, als ik van boven moet shooten, kan ik dat schermpje uitklappen en kan ik dat gemakkelijker zien. Ik ben wel een klein beetje teleurgesteld en ik vraag me ook af waarom dat je het schermpje kan uitklappen, maar niet naar buiten kan klappen. Want als ik nu film, moet ik altijd over en weer lopen naar mijn camera om te zien of alles goed in frame is. En met een klapscherm zou je toch op zijn minst verwachten dat je kan uitklappen, zodat je jezelf kan zien als je filmt. Dat zou wel super gemakkelijk zijn. Maar dat heeft mij nu wel niet tegengehouden om de camera te kopen. Ik heb ook dus, zoals ik al zei, de adapter erbij gekocht. Omdat ik heel graag shoot met mijn 35mm, dus waarom dat ik nu aan het filmen ben. En met mijn 50mm, de Nifty 50. En er is nog niet zo'n heel breed aanbod van de Z-serie lenzen. Ik had ook gelezen trouwens dat de gewone lenzen er heel goed op passen en dat goed shoot. Dus ja. Eén ding is wel, ik had het ook al op voorhand opgezocht, maar ik wou het toch een keer proberen. Het is niet met een gewone SD-kaart. Er staat hier ook een review. Als je overstapt naar een Nikon Z6 of Z7 dan, van een camera met SD-kaarten, dus mijn DSLR, dan werkt een XQD een aardige investering. Dus XQD-kaarten zijn wel redelijk prijzig. Die van Sony, bijvoorbeeld eentje van 32 GB is 119 euro. Eentje van 164 GB is 155 euro. Dus ik zal anders keer dicht bij camera ook van dicht filmen hoe ik de adapter erop steek. En hoe ik mijn lens, ik zal mijn Nifty 50 erop steken om een keer te zien. Ah ja, trouwens, ik heb dat nog niet gezegd, hoe dom zelfs. Ook een van de grote redenen waarom dat ik een Z6 kocht en waarom dat ik daar nood aan had, is omdat dat een full frame is. Dus de
Z-series van Nikon zijn allemaal full frames. Dus geen crop frame zoals mijn DSLR-camera nu. Voor degenen die niet zo goed snappen wat dat is, als ik bijvoorbeeld mijn 50 mm op die camera zal zetten waarmee ik nu aan het filmen ben, dan neemt hij bijvoorbeeld nu het beeld waar we zijn, cropt hij. Als ik, dus stel dat ik nu een foto neem, dan in de camera zelf knipt hij ook al een beetje bij, dus is het nog meer ingezoomd. Als ik nu exact diezelfde lens op mijn full-frame camera zet, ik ga proberen een voorbeeldje dat wat duidelijk wordt, dan is dat minder geknipt, dus is het gewoon het volledige beeld wat ik met mijn oog ook zie. Wel beter omdat soms je meer in je achtergrond wil en dan moet je met mijn 50 mm op mijn DSLR moet ik al een heel stuk verder gaan staan dan dat ik met mijn nieuwe full-frame camera gaan kunnen. Zoals je ziet is dat ook veel minder diep. Hier zit mijn nagel al, bij een DSLR is dat een stuk dieper, want de spiegel zit daar. Maar ja, hier hebben we dat niet nodig. Hier zit alles, je lens ook veel dichter bij je body dan bij een DSLR zit er daar nog een heel gat in. Het is ook, hier zie je het digitale scherm, dus zie je ook dat er geen spiegel in zit. Bolletje op. Dan zie je dat dat hier moet. Voilà, super gemakkelijk. Het maakt het wel een klein beetje breder, dus het maakt je camera wel groter. Dus veel mensen vinden het ook een beetje dom om met een adapter te doen en gaan gewoon Nikon Z-lenzen kopen. Omdat een grote reden waarom ze een Z-camera kopen is omdat die een stuk kleiner is. Op mijn gewone lens heb ik ook een bolletje. En dat bolletje plaats je bij het bolletje. Zo simpel is het, heel gebruiksvriendelijk. Voilà. Het zit er heel stevig op. Het gewicht valt goed mee, het is echt niet zo zwaar. Automatische stand nu, dus wat ik zou doen is hem sowieso verzetten naar een knopje. Hij staat op manueel. Hier zie je ook direct je instelling, dus als je eraan draait, kun je verzetten. Oh, deze. En van voor is er ook een wieltje waar je aan draait om je F te verzetten. En dan als je, dat is het gemakkelijke. In mijn oude camera zat mijn ISO-knop hier. Dus je ziet dat hier geen knopjes meer zitten. Dus ik moet niet telkens naar hier terugkomen voor mijn ISO, maar ik heb hier een knopje en door dan hier aan te draaien, verzet ik mijn ISO. Dus dat is echt super gemakkelijk, veel gebruiksvriendelijker. Zie je, als ik mijn hand ervoor hou, dan zet ze op die weg. Je kunt dat denk ik ook instellen en dan hier verander je naar film display. Dus je ziet dat ook direct aan die hoeken dat dat anders is. De andere instelling die ik eerst ga verzetten is dit. Altijd. Naar RAW. Ik denk dat ik gewoon zonder JPEG, ik denk dat ik gewoon even de simpele RAW ga nemen als formaat. Dat is altijd de eerste instelling die ik verzet. Filenaming ook, want ik noem mijn files GSL. En voor de mensen die zich afvragen waarom, ik noem Gael Lewili. Mijn tweede naam is Stephanie, dus Gael Stephanie Lewili. Ik heb daar al een paar keer vragen over gehad. Voor de rest denk ik niet echt dat ik alles ga overlopen. Maar ik zou graag zelf een keer mijn camera overlopen. Alle instellingen. Maar moesten jullie geïnteresseerd zijn, dan ga ik wel nog een video maken. Met de belangrijkste instellingen. Oké, dus dat was... Oh, misschien is het wel leuk als ik mijn lint er eerst een keer aan hang. Oh my god, kijk cool. Echt ideaal. Je kan trouwens bij owned by Linda. Ik denk dat het Linda Baart is. Maar anyway, ik zal het linken hier in de description box. Ik denk dat je ook kan kiezen welke lengte. Ik heb niet zo lange lengte genomen, want ik ben ook maar klein. Dus voor mij is dat ideaal. Ik moet dat kunnen doen en dat. Dus dat is voor mij perfect. Ik had 30 centimeter, misschien een beetje langer. Ik zal het er ook bij zetten.
Ik ben super excited om ermee te shooten. Ik ben nu al grote fan. Ik vind het nu al veel makkelijker in mijn hand ligt dan die zware DSLR-camera. Alvast super merci om te kijken. Ik maak echt heel graag video's voor jullie. Ik denk dat ook al een beetje dat ik al minder stress heb om video's te maken. Dat ik gewoon al meer kan babbelen tegen jullie. Dus ja, er komen binnenkort veel meer nieuwe video's aan. Laat mij ook weten of dat jij, wat dat jij hebt gekregen van je kerst. Of dat je misschien een nieuwe camera hebt gekregen. Of nieuwe accessoires. Of wat dat jouw fotografie of videografie related kerstcadeautjes waren. Deze pool was ook kerstcadeau van mama. Dus sorry dat ik anders heb, mama. Oeps. Dus ja, merci om te kijken. Vergeet je zeker niet te abonneren als je het interessant vond. Of een duimpje omhoog te geven. En tot de volgende!